half negen. Het is stil in de Breestraat. In ieder geval in dit stukje. Want kijk, verderop wordt alweer gewerkt. De laatste dagen voor 3 oktober. Want dan moet het klaar zijn. In ieder geval klaar genoeg voor de optocht en de taptoe. Nou, je ziet, de stoep die is klaar. Dit ziet er mooi uit. De lantaarnpalen die staan er bijna allemaal op. Nou oké, deze die hangt dan nog een beetje op 6:30. En nu komen we bij het stadhuis. En daar is iets bijzonders in de maak. Of misschien is het al klaar inmiddels. Laten we eens kijken in die witte tent. Waar het medaillon opnieuw in elkaar is gezet de afgelopen week. Het wordt dus niet alleen gestraat, dat medaillon. Maar het wordt ook echt vastgemetseld. En daarna volgestort. En dan afgevoegd. En daarna is hij pas klaar. En het hele fundament wat eronder ligt moet ervoor zorgen. Ja, dat hij ook een beetje kan meebewegen met het verkeer. Een klein beetje mee kan trillen. Veren, dat is het goede woord. Zodat hij nooit meer stuk gaat. Nou, vanaf hier zijn ze nog echt druk bezig, zoals je ziet. Staan de lantaarnpalen ook nog niet. Althans, de kopjes zitten er nog niet op van de echte Leidse lantaarns. Hier moeten we even afstappen, want daar is de stoep ook nog niet klaar. De aannemer, zo vertelde wethouder Strijk deze week, belooft nog steeds dat de Breestraat op tijd klaar is voor 3 oktober. Nou, dan moet er nog wel iets gebeuren. Ja, en van 9 tot 5 red je het dan niet. En dus werken ze tegenwoordig niet alleen 's avonds iets langer door. En ook op zaterdag, nee. Ze werken gewoon door tot diep in de nacht. Zelfs wel tot 1 uur 's nachts. En dat kost allemaal niks extra, want, zo vertelde Robert Strijk, het is een aangenomen klus, dus dat is het risico van de aannemer zelf. Omdat hij in het begin niet genoeg tempo heeft gemaakt, moet hij die tijd, die verloren tijd, nu inhalen. Inmiddels een paar dagen later, na het weekend, maandagmorgen, het ziet eruit dat het ze gelukt is. De afgelopen dagen is ook het laatste stuk van de Breestraat geasfalteerd. De stoep die ligt erin, de lantaarnpalen staan er. De kopjes moeten er nog op, maar dat moet nog lukken voor 3 oktober. En, zoals je ziet, is de straat zelfs al open. In ieder geval voor fietsers. En daar liggen ze, de laatste kopjes van de originele Leidse lantaarn. Gloednieuw. En die gaan er dus vandaag op, of morgen. Maar het sluitstuk van dit werk, dat ligt natuurlijk hier in de straat, voor het stadhuis. Afgelopen weken hard aan gewerkt, het medaillon. En dat medaillon, dat is nu klaar. Steentje voor steentje aangebracht op een speciaal fundament. Om te zorgen dat het niet gaat trillen als het verkeer eroverheen rijdt. Want daarvan gaat het niet alleen stuk, maar het veroorzaakt ook trillingen. En dat is weer niet goed voor de huizen. Er staat nu nog een hek omheen, maar je ziet het. Hij is klaar, op zijn plek gemetseld nadat hij is gelegd. En daarna zijn de voegen dicht gesmeerd. Ja, eigenlijk net als bij een huis. Dus de steentjes die liggen echt vast op dat fundament. En daar zijn ze druk bezig met die Leidse lantaarn. Dinsdagmiddag inmiddels. En of die nou echt helemaal klaar is, dat weet ik niet. Maar het ziet er heel klaar uit. Alle lantaarnpalen zijn nu ook klaar. De lampenkappen staan erop, als dat zo heet. En ze zijn ook aangesloten. Dat zagen we gisteravond al. Ze werken echt.